What's Gucci people? Yo! We there here for a brand new video. I want to thank y'all for watching, but this is another episode of a Pop the Balloon. I don't want to talk too much. This video will be translated into English. With that being said, what's Gucci man, sir? Ja! We zijn hier voor een gloednieuwe video. Nou, mensen, de liefde die jullie showen in de afgelopen tijd is abominabel. Het is prachtig. I love it. Maar we zijn niet daarvoor hier. We hebben dames ready. We hebben boys ready voor een andere aflevering van een Pop de Balloon. Ik kon niet voorpraten, mensen. Vergeet me niet te volgen op elke social media platform. Iedereen socials is in de descriptie. En ik wil niet veel praten. Laten we naar die video gaan. Oké, nou mensen, we gaan direct erop in. Jullie kennen mijn favoriete zin. Het rijmt ook. Die dames mogen komen. Kom maar, Justa. Lekker aan het uiteinde. Ja, bam. Volgende sleutje aan. Bam, sleutje aan. Bam. 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 Mooi. Mensen, zoals jullie zien, ik ga ze meteen vragen wat ze in het dagelijks leven doen, wat hun naam is. We gaan een beetje kennis maken. Loop even mee. Vertel, wat is je naam? Wat doe je in het dagelijks leven? En wat verwacht je of wat zoek je eigenlijk in een man? Nou, ik ben Sherry. Ik werk, ik slaap en ik studeer in het dagelijks leven. En ik ben niet echt op zoek. Ik laat het op me afkomen. Ik ben wel nieuwsgierig. Ja? Duidelijk, vertel. Ik ben Shanti, ik ben 25 jaar. Op het moment doe ik niks. Ik wil in augustus wel gaan studeren. Dus en wat zoek je in een man is loyaliteit, verzorgd en humor. That's it. That's it. Dank je. Heel strak, vertel. Hi, mijn naam is Delisha. Ik ben 21 jaar. Ik kom uit Eindhoven. Wat ik zoek in een man is gewoon iemand, gewoon een man. Sorry. Oh man. Ja, man. Ja, ik denk dat je zinnen, wat je bedoelt met man. Vertel. Hoi, ik ben Camilla. Ik kom uit Rotterdam. Ik ben 23 en ik zoek eigenlijk nog geen man. Maar we zullen zien dadelijk aan het einde van de video. Ook een beetje nieuwsgierig. Ja. Hi. Hi. Vertel. Vertel. Shorty, Leloka. Dat is mijn naam, hoe ze me kennen. Ik ben 21 jaar bijna. Over een paar dagen ben ik jarig. Free, out of jail. We horen het daarom. Dankjewel, Shorty. Wauw. Oké, wat een intro. Dames, kunnen jullie nog een beetje aansluiten? Dus ik wil een beetje meer ruimte tussen de beentjes. Zeg maar, schuif een beetje op. Nee, dus jij blijft daar. Schuif een beetje op. Nog een beetje. Mooi. Goed. Nou, als jullie ready zijn, gaan we direct op. Zijn jullie ready? Mm-hmm. Nou, de eerste guy mag komen. Je wil al poppen. Hey, relax. Je hebt nog niks gezien. Zo, kom maar hier staan. Nou, vertel, wat is je naam? Wat doe je in het dagelijks leven en wat verwacht je of wat zoek je in een vrouw? Ik ben Malik, ik ben 21 jaar. Ik kom uit Rotterdam. Ik werk elke dag, ik train elke dag. Mijn werk is sloop en transport. En ik doe daarnaast kickboksen elke dag. En dat gaat ook goed. Oké. En wat is je type? Waar faal je eigenlijk? Wat zijn je voorkeuren? Een lieve dame gewoon. Een lieve dame. Ze moet ook goed uitzien natuurlijk. Maar vooral dat ze eerlijk is. Heel open en zorgzaam. Oké. I like it. Nou, de goed nieuws is, je hebt nog 3 ballonnen over. Ja. Bij anderen gaat het slecht. Alles is daar gepopt. Bij jou niet. Ja. Dus we gaan nu 1 voor 1 kijken waarom degenen die gepopt hebben, gepopt hebben. Ja, dat is goed. Even mee. Hou het maar even aan. Vertel, wat is je naam? Waarom heb je gepopt? Sta even hier. Mijn naam is Delisha. Ik heb gepopt omdat je ziet gewoon netjes uit. En je lijkt me gewoon een lieve jongen. Dankjewel. Alleen niet helemaal mijn type. Oh ja, wat is precies je type dan? Mijn type is iemand een beetje breder. En qua uiterlijk verder niks. Ik weet niet. Het is gewoon niet echt mijn aantrekking. Oké, dat pakt je niet? Nee. Oké. Duidelijk voor jou? Ja. Oké, vertel, waarom heb je gepopt? Ik heb gepopt omdat je gewoon niet mijn type bent. Ik val niet op je uiterlijk. That's it. Waarop val je? Wat is je ideale uiterlijk waarop je eigenlijk valt? Beetje anti-achtig. Nee, ik ben half Surinaams.
gaat moeilijk. Het is dus eigenlijk, je wil meteen een Antilliaanse gezicht zien. Nee, maar wel een beetje zo opvallen. Ja. Nou, jullie zijn wel hele mooie dames. Dankjewel. Dankjewel. Ja, hallo, oké. Okay. Nee, dan gaan we nu één voor één kijken waarom degene die niet gepopt hebben. Niet gepopt hebben, vertel. Waarom heb je niet gepopt? Nou, ik oordeel niet wanneer ik iemand zie op uiterlijk. Daarom heb ik nog niet gepopt. Dankjewel. Jij? Ik wil meer van hem weten. Nieuwsgierigheid? Nieuwsgierigheid. Oké, okay, wat jij dan? Ik wil gewoon meer horen, toch? Je wil meer horen? Hij loopt net hier zo. Hij staat hier net 1 minuut. Dus waarom zou jij poppen, hè? Ja, toch, ga ik wel kijken. Oké. Okay. Nee, kom naar hier. Zijn de dames die hun ballon nog over hebben wel je type? Dus zijn er wel dingen die je zou willen proberen? Ja, zeker. Zijn alle drie hele mooie dames. Alle drie? Ja. Dus zou je bij alle drie ook meer willen weten? Ja. Oké. Okay. Nou, dan besluiten we meteen hier aan. Als jij vragen voor haar hebt, mag je ze stellen. En ook omgekeerd. Oh, heb je vragen voor mij? Ja. Of ik vragen voor jou heb. Wat zijn belangrijke vragen, voorkeuren die je wilt in een man zoeken? Waar zie je jezelf over 3 jaren? Wereldkampioen zijn met kickboksen. Oké. Ja. Moet ik meer vragen stellen? Of wat? Is wat jij... Wat jij voor... Voldoende informatie. Wereldkampioen kickboksen, zei je. Ja. Dus je doet het professioneel. Ik ben nu zeg maar op die overstap maken. Ik heb in september zeg maar een hele grote wedstrijd. En als ik die heb gewonnen, dan ben ik zeg maar op die overstap van het... Omhoog gaan, zeg maar. Ah, en dan ga je dan omhoog en ja, dan begin je daar ook geld mee te verdienen en zo. Oké. Nou, dat is dapper. En dat combineer je gewoon met je vaste baan? Ja. Dus je slaapt weinig? Ja, eigenlijk wel, ja. Oké. Zie je jezelf in de toekomst ook met kinderen? Ja. Heb je al kinderen? Ja, ik heb 2 dochters. Eentje van 2 jaar en 1 jaar. Ja. Eentje van 2 jaar, eentje van 1 jaar. En wat vind je ervan? Ben je nog met je ex of nee? Nee, maar nog wel gewoon goed contact. Goed contact. Ja. Oké, dat was het nu even voor nu. Ja, vind je dat goed? Oké. Hoe wil je meteen kijken als ze gepopt heeft of wil je hierdoor? Ik ben wel benieuwd eigenlijk waarom ze gepopt heeft, eerlijk gezegd. Vertel, waarom heb je gepopt? Nou, gewoon... Nee, maar ik ben gewoon nog goed met haar of zo. Ik kom er raar uit of zo. Hoe dan? Papa trouwens, komt het. Dus omdat hij nog goed met zijn... Ja, zijn ex is eigenlijk... Het kwam er zo uit van... Ja, toch, ik ben whoopieboom. Was dat toch? Maar zo hoort het, toch? Het gesprek duurde ook echt lang, ik zeg je eerlijk. Dus. Met haar? Ja, toch. Dus ik denk dat daar meer... Je bent jaloers, hè? Meer aandacht is. Nee, toch. Maar ik wou nog naar jou komen ook, hè? Je snapt mij toch? Nee, gewoon. Toch. Maar ik bedoel, dan gaat het een beetje sneller ook. Dus. Toch. Ik moet kortere antwoorden geven. Ja, wat vind je hiervan? Niet zo. Ik vind het wel jammer, eerlijk gezegd. Ja. Maar ik vind niet echt dat ze een logische reden aangeeft, zeg maar. Ik zie dat zij heel veel interesse heeft, dus dat pop ik gewoon toch. Maar iedereen krijgt zo'n beurt, dus what's going on, Shorty? Wat zeg je? Iedereen krijgt zo'n beurt, toch? Om vragen te stellen. Het duurde lang, man. Laat maar, oké. Vertel, heb je vragen voor hem? Diepgaande natuurlijk. Ja, zeker. Wat is je kledingstijl? Ja, ik ben een beetje nu aan het... Netjes. Ja, dit is een beetje nieuw, zeg maar. Dus ik probeer dit. Ik vind het wel mooi. Vind jij het mooi? Ik hou wel van netjes. Ik hou zeker van mannen in uniform. Dat trekt me wel aan. Maar ik ben ook benieuwd of je ook gewoon spijkerbroeken draagt. Ik draag eigenlijk heel veel trainingspakken. En ja, dus... Oké. Die had ik niet moeten zeggen. Maar ik sport ook heel veel, hè, moet je begrijpen. Ik ga naar de gym, snap je? Nee, maar ik hou niet van mannen in trainingspakken. Dus ik moet met spijkerbroek naar de gym gaan. Oké, ja. Doe je dat ook? Ik weet niet of je traint, maar... Dat voelt niet... Je weet toch? Het voelt niet zo fijn aan. Op de streets ben ik niet van trainingspak. Er zal wel een reden zijn waarom. Ik vind het ghetto. Op de streets met je trainingspak, no. Nee, maar als ik naar de gym ga, bedoel ik. Dan is het oké, maar op de streets, nee. Nee, ik zeg, nu dit is een beetje mijn nieuwe kledingstijl. Nu als ik naar buiten ga, wat leuks om, dan probeer ik gewoon zoiets aan te trekken. Nee, dan is het goed. Dus omdat hij nog trainingspakken in zijn kast heeft... Ja. Was ik al bang dat je op de streets het ook draagt? Nee, maar daarom zei hij, is meestal omdat hij vaak sport doet hij hem aan. Nee, oké, dan is het goed. Dan wil je nog een ballon? Ja. Nee, zoals jullie weten mensen, mijn taak is om een match te doen, dus ik ga er nog een ballon geven. Ja, ga je ook zo snel mogelijk. Beetje miscommunicatie. Nee, dan heb je dan nog vragen voor hem. Ja, heb je tijd voor een relatie? Ik kan wel tijd voor je maken, om het leuk te maken, ja.
zeker, dat wel. Oké. Kan je goed koken? Mijn ouders kunnen goed koken, dus ik leer het nu een beetje van hun, zeg maar. Mijn moeder is Marokkaans en mijn vader is Surinaams. Dus ik kan wel van allebei een beetje, maar... Hallo? Ik ben wel iemand die snel leert, zeg maar. Weet je wat ik bedoel? Wat is die churi, hè? Ja, hij is in de leer. Dus? Maar wat kan je allemaal maken? Heel veel. Wat dan? Bijvoorbeeld? Italiaans. Alleen dat? Nee, ook andere dingen. Gewoon Italiaans, ja, uit Surinaams, alles. Oké, kan je me ook een beetje leren, toch? Ik kan je zeker leren koken. Ja. Maar je moet het willen. Ja, ik heb niet gezegd dat ik het niet wil. Nee, gewoon... Vooraf, als je het wel willen. Ja, ik wil het wel. Nee, is cool. Hier, cute, hè? Heb je daar nog vragen voor haar, trouwens? Want tot nu toe, je hebt niet echt vragen gesteld. Ja, waar kom je eigenlijk vandaan? En jij ook. Zeg maar de stad. Bij wie? Voor allebei wil ik weten. Oké. Okay. Den Haag. En Amsterdam. Amsterdam, oké. Okay. En jij? Rotterdam, oké. Okay. Ja. Oké, wat ik altijd doe, ik schrijf een beetje naar achter. Mogen je dames even naar voren stappen? Er is meer ruimte. Nou, de bedoeling is eigenlijk... Mag ik trouwens je naaltje? Dankjewel. De bedoeling is eigenlijk dat jij vragen stelt, zodat je genoeg informatie hebt om verder te gaan. En ook omgekeerd als jullie vragen hebben. Kunnen jullie zeg maar gelineerd staan? Want je staat helemaal in die muur, je staat helemaal aan die kant. Dus kan je een beetje aan? Gewoon als, ja, naast elkaar. Ja, prachtig. Ja. Go ahead, man. Oké, vind jij dat jij bent waar je wilt zijn in het leven? En voor jou dezelfde vraag. Nee, nog niet. Bijna. Ik ben er bijna. Maar nog zou dat niet zijn? Helemaal. Waar wil je zeg maar zijn over een paar jaar? Ik wil meerdere bedrijven hebben en ze allemaal kunnen runnen. Wat voor bedrijven? Ja, in de beauty in ieder geval. Dat had ik al, maar ik moest opnieuw beginnen. Dus ja, daar ben ik mee bezig. Okay. Daar ben ik mee bezig. En jij? In mijn studie. Eerst gaan studeren nog. Ja. Hotelmanager. Ja. Daarna gaan verhuizen. Nee. Ja, het ligt eraan of je een partner hebt, ja of nee. Oké. Dus dat is breed. Mm-hmm. En als ik zeg maar, want ik heb ook een kind, een dochtertje. Oh, welke leeftijd? 1. 1 ook, oké. Dus als ik met haar alleen zou verhuizen zonder een partner, dan weet ik al waar ik ga verhuizen. Dus Utrecht. Utrecht, oké. Waarom Utrecht? Ik ben geboren. Oh, daar ben je geboren, dus oké. Represent. Ja. Weet je genoeg? Ja. Ja. Zie je jezelf in het buitenland wonen? Ja. Waar? Denk toch wel Miami. Omdat ik ga veel in Amerika boksen later. Oké. Ja, oké. Okay. Is daar wel een plek waar je zou willen wonen? Sowieso USA. Sowieso Amerika. Ja. Oké, UK. Oké, ik bedoel Amerika. Ja, Amerika. Hoe oud was je ook weer? 21, en jij? Ik ben de oudste hier, vind ik dan in ieder geval. Nou, wat is je leeftijd? 34. Oké. Van je maar, oudere vrouw? Nee, je zou niet zeggen dat ze 34 is. Hoe oud had je gedacht? Ja, toch wel... ja, ik ga niet... Ik denk toch wel boven de 25 gewoon, zeg maar. Ah, boven netjes. De 25 gewoon, ja. Ik had het eerst moeten vragen. Dat is een compliment. Ja, dankjewel. Super. Ja. Hebben jullie trouwens nog vragen? Want dan... Even nadenken. Ja? Yeah? Ga maar. Hey, schiet maar. Wil je meer kinderen? Ja. Binnen hoeveel jaar? Over drie jaar. Meid! Waarom heb ik gepopt? Ik ben 34. Dat ga ik niet redden. Begrijp ik. Ja, dat begrijp je toch? Thanks. Ja, dat is wel logisch. Ja, dankjewel. Zelfde stap. Nou, dus dat wil zeggen. Dat wil zeggen. Wat zie ik? Nee, dus je weet, dus je... Wat zie ik? Een mens. Een mens! Kijk! Mijn hele keel wordt dik. Wat leuk. Nee, ik wil eigenlijk niets meer weten waar je haar gaat brengen. Maar hoe ziet jullie eerste date eruit? Waar ga je haar op date brengen? Naar huis. Ga maar. Dankjewel. Wauw. Oké, de volgende guy mag komen. Ik voel gewoon een bepaalde energie hoe de dames wachten. En... Oké. Oké. Ja, ik ga direct binnen de huis vallen. Ze heeft wel gepopt, je hebt gezien. Ja, voilà. Ze heeft nog even zin in de zee, hè? Daarom zeker. Vertel, wat is je naam?
doe je in het dagelijks leven? En wat zoek je of wat verwacht je van een vrouw? Ik ben Ivano. Ik ben 26 jaar, bijna 27. Ik doe gewoon een beetje zoeken wat ik zeg maar wil. Zeg maar ook op inkomstenbronnen en zo. Inkomstenbron? Ja, een beetje meerdere. Ik heb zeg maar gewoon een eigen baan. Maar nog eigen dingen daarnaast en zo, je toch? Wat zoek je in een vrouw? Wat verwacht je van een vrouw? Loyaal. Je moet sowieso een beetje... Hoe moet ik dat zeggen? You have to be nice to look at. Dat ook. Maar ook gewoon, je moet ambities hebben. Oké. Okay. Als je geen ambitie hebt, dan nee man. Er zit hier ballonnen over. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Laten we meteen gaan vragen waarom ze hebben gepopt. Loop even mee. Waarom heb je gepopt? Ik heb gepopt om het hoedje, zonnebril. Voor de rest is het niet aan het typen qua aantrekkingskracht. Hé, hey, dat is een keuze. Dus je vindt dit niet? Nee. Ik kan het ook afdoen, hè? Ja. Maar dit... dat je zeg maar hier naar binnen kwam met dat eerste indruk, ja, precies dat. Ik kan van een beetje netjes verzorgd. Oh, dat is niet netjes? Dat is niet netjes. Niet netjes. Ik zeg alleen hoe het eruit ziet. Het komt niet echt verzorgd netjes over voor mij, ja. Het komt niet verzorgd. Qua. Rustig aan. Dat was wel verzorgd voor jou, dan. Hm? Was wel verzorgd voor jou dan? Gewoon baardje netjes gedaan. Niet met mutjes onder de broek als je zeg maar niet naartoe komt. En dat was het. Dus gewoon dat. Hm. Oké. Okay. Duidelijk voor jou? Zeker. Je had je ballon net, je besloot hem te poppen. Wat is de reden? Daar ging ik extra let op die baard. En toen dacht ik een beetje krent terug. Maar voor de rest. Maar hij heeft kroes haar, dat is hoe het gaat. Ja, maar ja, ze heeft gelijk. Hij kon wat doen, een beetje. Je weet toch? Hij kon wat doen. Dat was ik kom op de motor, helemaal op. Gat. Ja, maar dat is een excuus. Op de excuus. Je loopt toch rond met die baard? Je loopt toch met die baard ook zonder je helm? Of trip ik? Ja, okay. Nee, je tript niet. Dankjewel. Oké, okay. Next. Prima. Waarom heb je gepopt? Je had net je ballon nog. Waarom? Nou, je zei dat je nog aan het zoeken bent wat je wilt doen in het leven. Qua inkomstenbron creëren en zo. Nee, kijk. Ik werk sowieso. Ja? Maar ik probeer zeg maar te kijken wat zijn mijn side hustles. Dat zeg maar mijn inkomsten kunnen zijn. Al is het passief, mooi meegenomen. Je bent aan het zoeken naar een andere inkomen, zodat die... Zodat hij zijn baan kan verlaten. Ja, en een ander soort stabiliteit. Dus yes. Dat klinkt heel erg onzeker in de zin van stabiliteit. En ik ben al verder en dan moet ik gaan wachten. En daar heb ik geen tijd voor. Nee, geduld heb ik heel veel. Maar geen tijd voor. Ik ben al op leeftijd, dus ik moet denken aan de toekomst. Op korte termijn, hè. Dus niet persoonlijk nemen, maar voor mij dan. Nee, dat is je mening. Ja. Dan laten we het komt sowieso goed voor iedereen. Daar sowieso. Dus ik gun het je van harte. Dankjewel. En succes ermee. Heel duidelijk. Vertel, waarom heb je gepopt? Persoonlijke reden, so I respectfully pop this balloon. Ik hoor je. That's my reason. Persoonlijke reden? Ja. Jullie kennen elkaar? Ja. Hou het zo. Moet dat gewoon daarbij houden? Ja. Ja? Nee. Oké, dan gaan we dat doen. Oké, nou, ik vind dat jammer, want je kwam binnen. Er waren 4 ballonnen over, nu zijn maar 1 ballon over. Zullen we meteen gaan vragen waarom zij de interesse heeft? Doe even mee. Wat is je naam? Vertel deze jonge gast waarom je hebt gepopt. Mijn naam is Shanti. Waarom ik niet heb gepopt is, je ziet er goed uit. Dankjewel. Ja, ik vind wel je kledingstijl heel leuk. Inderdaad wel inderdaad jammer van die pet en die zonnebril. Ik heb liever dat ik in je ogen kan kijken. Tada. Cute. Ja. Snap je? Dus er is wat. Oké. Is dit wel jouw type? Want zij is de enige met de ballon oefen. Niet echt. Nee? Nee. Dan houdt het op. Wat is dan jouw type? Ja, een beetje wat meer afgetraind, respectfully. Ja, een ietsje langer. Ik hou wel van shorties, maar... Ietsje langer. Ja, plop. Misschien zeg maar hier. Zou nog kunnen. Wat langer. Oké. Okay. Ja, je gaat korter. Oké. Dus. Mike, je naaldje? Je naald.
Dus eigenlijk probeer je moet. Oké, oké. Dus je pop, omdat zij niet lang genoeg is en niet eigenlijk je type is. Nee. Wat vind je hiervan? Ik moet accepteren, toch? Oké. Nee, goed. Loop mee. Deze is wel heel apart gegaan, maar het gebeurt. Daar heb ik wel geen match voor je. Dat is wel hoe het is. Oh, moet ik erop zeggen? Nee, ik heb geen match. Bedankt voor het komen. Ja, man. Succes. Dankjewel, man. Ga toch. Ja. Nee, goed. Dames, dank je. We gaan presenteren naar de volgende guy. Dus... de volgende guy mag komen. Oké, mensen, we gaan het twisten. De dames gaan straks de 180 maken. Als ze dat doen, komt vervolgens de guy op de plattegrond. Als hij hier is, stelt hij zichzelf voor, hij geeft zijn voorkeuren aan, et cetera, et cetera. Dan mogen zij de keuze maken om te poppen of niet. Dan gaan ze dan weer keren. Als ze dan weer... weet je wat? We gaan het zelf zien. Dames, 180. Oké, mooi. De volgende guy mag komen. Bijna. Oké, nee, zoals je hier ziet, dames zijn gedraaid. Ze zien jou nog niet. Dus nu ga ik je vragen, wat is je naam, wat doe je in het dagelijks leven en wat zoek je, wat verwacht je van een vrouw? Mijn naam is Jimmy, ik ben 24. Ik verwacht van een vrouw loyaliteit en dat ze zelfverzekerd is. Geen geintjes, gewoon ja, iemand die echt met je is, zeg maar. Ik werk als beveiliger en ZZP'er. Dat ben ik. Top. Oké, oké. Wat is je type? Eigenlijk blond, dikke billen. En ja, ik zeg eerlijk, dat is het wel, ja. Oké. Ik heb niet echt een blonde dame voor je. Nee. Maar is dat echt specifiek je type of kan je ook kijken naar anderen? Ja, op zich wel. Ik zeg je eerlijk, nummer 5 denk ik dat ik wel op zou kunnen vallen. Nummer 5? Ja, de achterste inderdaad. Het zwaar? Ja. Oké. Nummer 2 ook op zich wel. Oké. Ik denk is net te klein. Oké, goed, goed, goed. Oké, dames, jullie mogen weer keren. Nu gaan we één voor één naar ze toe en ze vragen waarom ze hebben gepopt. Toen ze waren gekeerd. Oké, okay, waarom had je ballon gepopt toen je die 180 had gemaakt? Hij zei dat hij blonde dames valt. Ben ik blond? Ja. Dat was dat de enige reden? Ja, toen ik omgedraaid was, ja. Zo tegen de muur. Dat was. Enige reden? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Doe mee. Waarom heb je gepopt? Ja, inderdaad dat. Er zit geen blonde dame tussen. Het is echt dom dat je, dat je dacht dat je dat moet zeggen. Ja, nou ja, wel met alle respect, wel eerlijk. Maar ja. Nou. Maar ja, dat is waar jij op valt, toch? Zeker, ja. Dus ik hoop dat je iemand vindt, maar niet hier. Maar is dit eigenlijk wel jouw type? Mijn gevoel zei dat ik moest poppen en mijn gevoel was right. Zo, so, I did what I... Nou, gelukkig. Is dit wel jouw type eigenlijk? Nee. Houdt ook niet op? Nee. Nee, sorry. Niet mijn type. Oké. Okay. Okay. Oh, waarom had je gepopt toen je gekeerd was? Los van het blonde stuk. Ja, oké. Okay. Beveiliger, helemaal niet mijn ding. Ik hou niet van beveiliger, sorry. Waarom? Voor het beroep. Het is zo macho, ego, look at me, ik sta voor de deur, je moet naar mij luisteren, wat denk je wel niet? Die impressie krijg ik van beveiligers en ik voel me niet echt veilig. Hou je daar niet van? Nee, totaal niet. Het moet een beetje beschermend overkomen en vredig. Weet je, violence is never the key en zo. De meeste beveiligers zijn een beetje te agressief en losse handjes ook bij vrouwen. Dus dat vind ik helemaal een no-go. Voor de rest, ja, je bent te jong voor mij, dus dat is ook wel. Nee, ja, ik wou ook wel zeggen, ja, dat is wel mooi inderdaad, maar ik hou niet van die broek en zo, man. Sorry, lijkt wel tafelkleedje, maar verder, je bent een prachtige vrouw, je weet het. Dankjewel. Ja. Super. On to the next. Dankjewel. Waarom heb jij een ballon gepopt toen je gekeerd was? Los van het blonde stuk. Dat geldt ook voor jou als ik bij je kom. Nee, het is echt wel blond alleen. Ja. Voor de rest, wat ik net zelf zei, man in uniform is al bij mij pluspunten. Maar is dit wel je type? Ik hou ervan white. En nu dat je gekeerd bent,
Heb je een speer los van het blond stuk dat je ballon hebt kapot gemaakt? Nee. Zou je het liever zo willen houden? Los van het blond stuk. Mm-hmm. Waarom? Ja, het is gewoon jammer. Dat hij, kijk, weet je, je mag altijd voorkeur hebben en hij heeft het. Dus ja, ik kan mezelf niet waard maken en blond. Ja. Duidelijk. Oké. Dankjewel. Waarom ben je gepopt toen je gekeerd was? Toen ik gekeerd was, puur omdat ik val niet op wit. Toen ik nog ongedraaid was, sorry. Toen ik nog ongedraaid was, omdat je zei blonde haren. Ik heb geen blonde haren. Ik hoorde wel dat je zeg maar viel op nummer 5. Maar ik val ook niet op jou, sorry. Nee, nou geen probleem. Ik waardeer je eerlijkheid. Mag je nagels eens zien? Ja, tuurlijk. Oké. Nou, val ik ook niet echt op, maar het is niet anders. Is niet jouw die? Nee. Maar nou, goed. Jammer. Dankjewel. Je valt niet op nagels? Nee, jawel, met nagels? Maar ik vind die niet zo leuk. Beetje te kort. Nee. Net vond je toch gewoon leuk? Wat zei je? Net vond je haar toch gewoon leuk? Dat ja, zeker. Hele mooie dames. Sowieso de knapste van allemaal. Ja. Zeker. Ja, jou ook zeker. Sowieso de knapste van allemaal. Ook je ogen, wauw. Maar ja, ik weet niet. Bij nummer 4 had ik zelf geen aantrekking, want je hebt je piercing weggehaald, toch? Ja. Dat ben jij, hè? Mm-hmm. Ja. Die schoenen ook, sorry. Maar ik weet niet, lijkt wel een barcode van de supermarkt, zo met die roze streep. Nou, tenminste, je bent goedkoop. En ja, verder, ik ga het hier gewoon dan bij laten. Oké. Ja, ik snap wel niet echt wat je bedoelt met barcode, maar hey. Ik weet het niet, ja, ik vind het gewoon niet fris. Nee. Oké. Ja, ik vind het wel jammer, want ik zou wel echt een match voor je willen vinden. Ja. Maar natuurlijk is het er niet. Nee, het is wat het is. Waarom kijk je naar nagels? Ja, ik vind dat gewoon belangrijk. Verzorgd bij een vrouw, nagels vind ik leuk. Zoals wat jij bijvoorbeeld hebt met je haar, vind ik ook prachtig bij jou ook. Ja, zodoende. Dankjewel. Nee, goed. Natuurlijk, iedereen is... Ja, ik weet niet. Ik wist dat je druk was, maar ja, ik weet niet, man. Die energy, ja, ik weet niet. Nou goed, het is wat het is. Dankjewel. Geen probleem, man. Fijne middag allemaal. Ja, je mag het afgeven. Mijn energy. Het is gezegd. Oké. Nou, dames, heb ik weer laten draaien. Een mooie 180. Dus de volgende guy mag komen. Dames, luister heel goed wat hij te zeggen heeft, zijn inhoud. Kom maar hier staan. Nou, we gaan meteen in de deur huis vallen. Vertel, wat is je naam? Wat doe je in het dagelijks leven? En wat verwacht je? Wat zoek je eigenlijk in een vrouw? Kiang, 24 jaar. Voornamelijk muziek maken. Zorgen voor 2 kinderen. Niet bij kinderen voor jullie gaan schrikken. Weet je toch? En voor de rest werk ik in de logistiek. En ook als voetbaltrainer. Oké. Wat zijn de 3... Wat zijn belangrijke eigenschappen die je zoekt in een vrouw? Rust. Dat is 1. Loyaliteit. Communicatie, dat is allemaal die key, okay, is logisch. Ja, voor de rest, je moet gewoon caring zijn en die dingen daar. En ik moet je bij mijn familie kunnen brengen. Oké. Duidelijk. En wat zijn de... Nee. Dames. Jullie mogen 180 maken. Oké. Interessant. Loop even mee, we gaan vragen waarom ze hebben gepopt. Ik wil weten waarom je ballon hield toen je gekeerd was. En nu gepopt waarom je weer gekeerd bent. Ik hoorde hele goede dingen. Alles wat je zei klopte. En toen draaide ik me om. En toen? Vond ik je toch niet zo aantrekkelijk qua lengte. En gewoon, ja, ik ben niet van die outfit. Oh ja. Wat is dan je ideale lengte en outfit? Wat had hij beter kunnen aandoen? Hoe lang ben je? 1,78. Ja, nee. Huh. Op zijn minst 1,85. Niet meer halen. Nee, sorry. Alleen meer halen, nee. Dat is de enige reden, dus alleen qua lengte? Ja, voor de rest zijn gewoon de goede dingen. Dus jij toch, keep going, maar we're not a match. Thank you. Wacht, neem even een chat. Waarom heb je gepopt? En zeg maar, waarom heb je gepopt toen je gekeerd bent? En niet toen je... Ja. Nee, de kledingstijl is oké van... Ja, het is oké, maar het is meer je gezicht. Hmm. Wat is mis met mijn gezicht dan? Je hoofd is breed. Hé, hoor. Ja, en je gebit is niet spang. Dankjewel. Ja, sorry.
kan. Dat is het. Dankjewel. Wat vind je van? Zijn ze boze dingen? Waar? Wow. Damn, man. Damn, man. Wat gebeurt er daar? Oké, waar heb je gepopt? Loop even mee. Ik heb gepopt omdat qua zijn lichaamsbouw kwam van een beetje breder. Hmm. En de kledingstijl is zelf niks voor mij. De broek, schoenen, jasje, shirt. Hmm? Niks klopt. Eigenlijk alles gewoon. Niks klopt, zeg maar, voor jou. Voor mij. Jij kan het mooi vinden. Ik zou vast iemand vinden, maar voor mij, ik vind het niet mooi. Ja, dat was het. En toen je gekeerd was, waarom hield je je ballon? Omdat ik het zielig vond. Twee mensen hadden al gepocht. En ik kom. Meteen. Ik wilde nog een beetje afkijken. Vandaar. Nee, niet zo. Hey. Oké, okay, rustig naar huis te gaan. Oké, dankjewel. Waarom heb je gepopt? Want je hield hem de hele tijd. Hij kwam dichterbij. En toen merkte ik dat zijn hele hoofd, zijkant van zijn hoofd, gewoon alles gewoon helemaal bezweet is. En hij bleef maar kouwen op die tandstoker. Ik dacht, hij gaat hem nog uit zijn mond halen of zo, wanneer hij gaat praten. Maar ik kijk de hele tijd zo en ik zie die tandstoker blijft gewoon in zijn mond. En die zweet is echt heavy. Ik hoor je. Ja. Orsje. Het begint gewoon te druipen naar je wenkbrauwen. Ja. Okay. Ja. Komt bij jullie toch? Weer een stuk... Als je hebt. Ja, mag ik een stuk papier voor de man? Want hij is wel echt aan het... Dat is niet. Tissue. Heb je het warm? Ja. Kijk echt uit je mond halen, anders gaan die mensen niet goed horen. Ja. Er komt een stuk tissue voor je, want de man is echt aan het sweeten. Ja. Poor thing, niet zo toch? Nee, niet als medelijden, maar het is toch een beetje overvallend. Je bent nerveus volgens mij. Nee, maar dat niet eens. Nee, echt? Warm, je zweet gewoon omdat je het warm hebt. Kijk hier. Jeetje. Als je nerveus was, zou ik niet hier komen. Oh. Je moet ook op stage staan, les geven, training geven. Ik ben gewend om voor mensen te staan. Oké, okay. Mooi, kom. Right. Loop mee. Kijk hier ook. Ja, man, ik voel het. Dank je wel. Hij heeft mooie ogen. Oké, waar heb je gepopt? Ik heb gepopt omdat je jong bent. Ja? En je bent groeiend. En ik heb daar geen tijd voor. Hoe oud ben je, vraag me? Ik ben 34. Dus met alle respect hoor. Ja, ik hoor het. Dus niet om jou minder te laten voelen. Mm-hmm. Ik snap wel qua lengte en zo. Is ook niet echt... Kan ook niet meer groeien. Ja, dat is het juist, weet je. Maar jij zat kleinere dames, of tenminste kortere dames. Ja. Dat is netter. Ja. Kleiner. Ja, sorry voor mijn Nederlands. Maar ja, dat zoverre. Maar het is wel goed dat je voetbaltraining geeft. Je bent positief bezig. Dus ja, waarschijnlijk is er wel een match ergens ooit. Ergens weer. Niet opgeven. Is dat zo niet. Oké, dankjewel. Loop even naar hier. Je moet eerlijk zijn. Zijn een van deze dames wel je type? Zien er allemaal goed uit. Maar het is niet waar ik 1, 2, 3 gelijk op afstand stap. Nee? Nee. En waarom niet? Waarom is dat? Als ik kijk naar, zeg maar, alle dames met wie ik een history heb gehad, ja, dan zou geen van jullie er een beetje, zeg maar, tussen zitten. Oké. Okay. Qua uiterlijk, toch? Ja. Oké. Okay. Nee, geen probleem. Ik heb geen match voor je kunnen vinden. Ja. Dus je mag het afgeven aan de volgende persoon. De volgende guy mag komen. Oh. Jij hebt zomaar gepopt, want jij wou mij gewoon vroeger. Wat? Maar wie ben jij? Jij wou mij sowieso, dat weet je zelf ook. Wie ben jij? Ik ken jou niet eens. Misschien moet je die bedrijven afdoen, laat ze zien. I could never. Hoe niet? I could never, dat ben ik niet, man. Jou zou ik ook gewoon kunnen. Je vergist je zwaar, man. Ik zeg je eerlijk. Waarom wil je niet zwitchen? Blijf op die onderwerp met mij. Je hebt verkeerde voor je. Ben je niet volgens mij van Flevoland ergens? Je hebt verkeerde voor je. Ben je niet volgens mij ergens van Flevoland? Je hebt verkeerde voor je, maar je hebt gewoon die filmpje gezien vorige keer. Dus doe niet blij, want je kent mij niet. Met je daar. Is goed, weet je, want je hebt gelijk. Bro, als ik naar je ex kijk, weet ik sowieso dat je mij wil. Ga maar met je gekke outfit. Als ik naar je ex kijk, weet ik sowieso dat je mij wil. 100%. Wat dan? Als ik naar je ex kijk, weet ik sowieso. Mijn ex is kankerlekker en jij daarentegen? Hallo, we gaan niet. Oké, mooi. Nee, we gaan afsluiten hier, we gaan niet uitschelden. Oké, stilte in de zaal, alsjeblieft. Vertel, wat is je naam? Wat doe je in het dagelijks leven? En wat zoek je? En wat...
Wat verwacht je van een vrouw? Raffelli, 24 jaar. Ik wil gewoon een vrouw waar ik gewoon lekker mezelf bij kan zijn. En die me gewoon, je weet toch, die daar ook gewoon. Bloesjes laat dragen, zo buiten. Die je ook op bloesjes laat dragen, die niet met je met je patta en zo. Mag ik even stoten? Dit heeft toevallig me... Alsof je op Hawaii bent, bro. Oké. Okay. mag ik... Ik ben toevallig Dominicaans, dus lekker tropisch. Oké. Okay. En per tu eres Dominicana. Yo soy Dominicana, pero vamos a empezar. Vamos a empezar. Estamos viendo your underwear, like... But it's matching with the shoes, man. No, eso no va. Eso no va. Tú no el puedes verde, estar enseñando. Con el verde ahí. Tú estás enseñando. Okay, alsjeblieft, mag ik stilte? Mag ik... Oké, okay, dames. Alsjeblieft. Dames, ik ga jullie dus kwalificeren, hè. Mike Stoto, Mike Stoto. Want dan had ik mijn stem zo hard moeten zetten voor mensen. Mike Stoto. Loop even mee, ga ze vragen hoe lang ze hebben gepopt. Laten we kijken, man. Laten we kijken. Vertel, wat is je naam, waar heb je gepopt? Ja, ken je. Oké. Okay. Ja, ken je. Ja, we gaan sowieso niet hierop in. Nee. Vertel, wat is je naam, waar heb je gepopt? Camilla, hoe je binnenloopt met je blouse open en oh, I don't like it. So, ik heb het daarom gepopt. Daarom alleen? Ja, het ziet er maar uit. Ik kan die blouse gewoon dicht doen? Ja, kunnen maar even dicht nog steeds moet niet. Ik hem terug? Het helpt niet. Het is zo erg. Nee, we gaan hem... Kijk hier, laat ik hem zo helemaal dicht. Is het niet beter? Nee, ik kan zien. Nee. Dus je pop om... Wel leuke schoenen dan. Ja, ze zijn wel echt hard, man. Wacht meer op dat ze niet met je. Nog meer. Maar ik ga je echt de naam bossen hier, hè. Gooi dan. Ik ga je echt de naam bossen hier, hè. Maar we gaan die alias houden. Nee, gooi mijn echte naam dan, want je weet het toch. Want je kent mij zo goed, toch? We gaan die alias houden. Maar ken mij van nergens. We gaan die alias houden. Hij heeft mij één keer gezien misschien of zo. Oké, een vraag. Ken je haar wel echt? Ik ken haar. Maar je weet mijn naam, je kent mij persoonlijk. Gooi mijn naam dan. Ik ken haar. Bos mijn naam. Ik ken haar. Bos mijn naam, ja. Ik ga de naam van je ex gooien. Naam van mijn ex? Bam. Naam van mijn ex? Gooi maar. Ja, ik weet niet of dat handig is. Dat gaan we niet doen. Ik denk het ook niet. Ik denk nee, we gaan hier mensen. Achter de schermen ga ik je even... Die mind ja, is goed. Ik ga je zelf reminden. Ja, ik ga je herinneren. We gaan niet vergeten. Oké, ik ga het zeker niet vergeten. Waarom heb je eigenlijk gepopt? Gewoon... Die avond was wel gezellig. Ik heb toch? Alles al uitgelegd net. Nee. Het kan gewoon niet. Het klopt niet. Niks klopt. Ik ben sowieso een van de knapste heren die sowieso... in de afgelopen 24 uur heb gezien. Sowieso. Oké. Okay. Man out now. Oké. Okay. Ik kan er sowieso nu 1, 2 misschien nog uitpikken daar, hè. Oké, okay, nee. Dankjewel. Everybody is speaking their mind. I love that. Ja, meningen verschillen. Meningen verschillen. Mag ik even stilte daar? Ik ga jullie disqualificeren. 1 voor 1 als jullie niet naar me luisteren, hè. Waarom heb je gepopt? Oké, ik zag je onderbroek. Dat vond ik al een no-go. Je mist nog 2 knoopjes, niet om jou te beledigen. Die moeten nog vast. En het is zeg maar... Gab, je bent gekleed alsof we naar de kerk gaan. Nou, ja, tuurlijk, sowieso. Dios primero, ante todo. Dat weet je zelf ook, want je komt uit de Dominicaanse Republiek. Dus doe niet voor. Ja, dat denk ik wel aquí, mira, cheque. Vite, la patria, y que es primero. Dios, libertad, oké dan. Dus ja, daar gaan we niet aan beginnen. Dat ze ook aan het krijgen. Respect, hè, respect. Ik ben je niet aan het roosten, hè. Het was alleen dat de knoopjes niet dicht gingen. Oké, je kwam dus zo binnen en ik zag je onderbroek en daarom heb ik gepopt. En dat is het gewoon. Want de eerste indruk was meteen fout. Ja, nou, je showt je onderbroek niet en je bovenchest. En ja. Het is een beetje saving for the bedroom. Maar ik zie toch ook je buik en ik zie toch ook je nek bijvoorbeeld. Dat snap ik, maar kijk. Maar dat is toch hetzelfde? Ook. Maar daar ga ik toch ook niet bijvoorbeeld om poppen. Bijvoorbeeld. Zie je mijn onderbroek? Dat is echt een reden waarvan ik denk van... zie je mijn ik onderbroek? Zie bijvoorbeeld toch ook een camel toe, kijk. Camel toe? Okay, wow. Nee, kijk. Camel toe. Hey, serieus. Zie jij camel toe? Ja, nu niet, nee. Okay. Zie jij camel toe? Nee. Ik ga niet eens zie kijken. Nee, geen probleem. Kijk, luister. We gaan naar de volgende. Ik ga toch ook niet. Oké, stilte. Ik zeg stilte. Mensen, sorry voor het ongerief van de video. Ik doe mijn best hier. Loop even nog. Je hebt nog 1 kans. 1 kans. Gele kaart, jongens. Waar heb je gepopt? Het lijkt alsof hij rechtstreeks uit 2010 komt. Niet mijn ding.
Dat is dat de enige, eigenlijk... Nee. Ja. Nee. Ik wil hem niet beledigen, dus ik ga niet verder op 2010. In, maar... Ja, 2010. Het is de bril, het shirtje. Oké, okay, man. Ik noem dit gewoon Amsterdam Bowl. Pony man, out now. Check it. Dit is gewoon die, weet je toch? We matchen het gewoon. Als jij ik zie, ik daar zie blij mee zijn, dan moet je ik zie het gewoon. Met full chest op straat lopen, gewoon. Toch? Sowieso, ik draag het gewoon. Mooi met chest. Ja. Sowieso, sowieso. Sowieso. Oké. Okay. Ik wou eigenlijk ook, maar eigenlijk moet ik ook iets, eigenlijk, jee toch? Wat? Het lijkt gewoon op een Instagram filter gewoon. Op je gezicht. Dankjewel. Gewoon. Je toch? Ik heb als je best dat gedaan. Minder ook, snap je? Ik doe het beslist zelf wel. Beetje minder. Wat ik mooi vind, hè? Ja, maar. En ik denk dat je eigen haren gewoon ook mooier zijn. Oké, nee. Sowieso. Hebben we ook geen inhoud hier? Nee, man. Nee, maar geen match, man. Ik vind het wel jammer, want ik doe echt mijn best. Maar je laat me gezicht steeds vallen, man. Nee, man. Ik wil gewoon... Er is iemand, geloof me. Ja. Er is iemand, sowieso. Er is iemand gewoon die waar ik gewoon lekker mezelf bij kan zijn. Wat zei je net? Dat kan je lang zoeken. Die is er sowieso, maar wat hier of daarna? Die is er sowieso, wat, heb je die buiten of ga je die vinden nog of is die hier, zeg maar? In Nederland, ja. het gaat op mijn pad komen. Ja, dat is het gaat op mijn pad komen, snap je? Het gaat op mijn pad komen. Ik denk het wel ook. Ja, jullie zouden mij sowieso niet kunnen onderhouden, dus dat is al... Schrijf van hier! Onthouden is al zielig. Jullie zouden mij sowieso niet kunnen betalen. Schijf van hier hoor. Dus schijf van hier. Ja, zoek je nou echt iemand om jou te onderhouden? Ja, ik zoek gewoon iemand die gewoon, ja, die, waar ik gewoon lekker in de huis lekker muziek kan maken, schoon kan maken, die lekker gaat werken. Snap je? En dan uiteindelijk op lange termijn ga ik gewoon terugbetalen uiteindelijk. Hè? Wat? Terugbetalen? Ja. Zeg je nou terugbetalen? Ja, toch, dus je wil leven op die vrouw ter geld? Kijk, als zij... Maar jij bent de man, maar je wil het omdraaien. Zij moet gaan werken. Normaal moest de man vroeger werken. Hè. Je weet toch. En ja, maar we zijn in 2024 lang leven de feminisme. Nee, hij wil het omdraaien. Hij wil die vrouw zijn gewoon. Lang hij wil schoonmaken en zo, maar vrouwtje gaat werken. Feminisme. Je kan toch samen gewoon dingen lang leven opbouwen. Feminisme, lang leven het recht dat vrouwen kunnen werken. Je weet niet wat feminisme betekent. Okay. Snap je? Je weet gewoon niet wat feminisme betekent. Oké, ja, is goed. Nee, dankjewel. Volgende persoon. Ja. Ja, dus okay. Volgende keer. Dames, ik ga jullie reminden zo. Niemand wil dat je remind. Oké, okay, dames, even stilte. Oké, okay. mijn bril moet ik even afdoen. Oké. Okay. Nee, goed. Ja, even stilte. Oké. Okay. De volgende guy mag komen. Oké, okay, volgende guy mag komen. Oké, okay, ik ben bijna buiten adem van net, maar we moeten door. Oké. Okay. Ik ben benieuwd. Kan gebeuren, ja. Heb je gelijk gepopt? Maar kan gebeuren. Wel toch. Jammer dat het op dit moment gebeurde, maar... Ja. Je lacht erom, dat is cute. Yeah. Open draaien, vertel, wat is... Stay sharper, stay sharper. Wat is je naam? Ik ben Aurino. Wat doe je in het dagelijks leven en wat zoek je, wat verwacht je van een vrouw? Ik zoek een loyale vrouw. Zorgzaam. Let's go. Oké, go. Ik zoek een dame die loyaal is en goed innerlijk heeft. Zorgzaam. Houd je bompje beest wil ik ook wel. Dus ja, dat. Oké, okay. Nou, die dames hebben gepopt. Oké. Okay. Damn, boos. Oké, okay. Dus we gaan nu in. Oké. We hebben niks gevraagd nog. Ja, snap je. Oké, we gaan nu één voor één kijken waarom ze hebben gepopt. Mm-hmm. Vertel, wat is je naam? Waar heb je gepopt eigenlijk? Shorty, Leluca. Ja, ik schrok, zei ik. Jeet toch? Ik schrok. Schrok van wat? Hij viel. Jeet toch, ik voelde hem echt voor hem. Ik dacht echt, hij zou op zijn bek vallen, maar... Jeet toch? Dus eigenlijk alleen de eerste indruk die...
Waar hij bijna veel lief jou laten poppen, zeg maar. Nee, ik weet niet. Hij heeft zo'n beetje een blokkerig hoofd. Vind ik zelf. Nee, toch niet min bedoeld, maar... En oren is een beetje te groot of zo. Niet mijn type, weet je toch? Ik kijk naar kleine dingetjes ook en zo, snap je? Ja, begrijp ik. Duidelijk. Hou hem even aan, even mee. Waar heb je gepopt? Nou, ik heb gepopt omdat... Ten eerste, het is een bouw. Ik vind het een beetje te lang. Ah. En ja. Nou, hij is een beetje te dun. Voor mij dan. En... Een baardje vind ik niks, maar... Nee, maar dit is ook tijdelijk. Soms heb ik gewoon wel kaal. Soms heb ik alleen een stukje. Oh, okay. Het is van een periode. Ja, voor nu, hoe ik je zeg maar op eerste oog zag, vond ik het gewoon niks. Ja, cool, ja. Is goed. I see. De rest ziet wel gewoon goed uit. Oké, okay. Jij ook. Dankjewel. Alsjeblieft. Duidelijk voor jou? Ja, toch. Ja. Waarom heb je gepopt? Nou ja, laten we eerst positief zijn. Hij heeft mijn dag goed gemaakt met het vallen. Jawel. Cool, ik ga cool, goed de deur uit. Dat is al leuk. Ten tweede, inderdaad, dat ik heb gepopt is inderdaad... Ja, de baardje. Het lijkt of je tweede Sinterklaas bent, man. Oké. Okay. Oké. Okay. Hij ziet er ook niet echt perfect uit, maar je hebt ook een recht van leven. Dat is waar, toch? Ja. Dus eigenlijk alleen het feit omdat zijn baard niet fris... Je wenkjes ook. Is te breed, man. Te breed? Wat is te breed? Je wenkjes. Oké. Okay. Wat bedoel je met te breed? Die haren zo. Is te dik, zeg maar. Te veel volume. Mm-hmm. Ja, hou niet van. En die lippen. Wat is met mijn lippen? Is te dik. Ja, dus? Ja, dat vind maar niet ik... uit, toch? Dat vind ik niet lekker. Je wilt gewoon dunne lipjes. Mm-hmm. Dus het liefst heb je gewoon white boy. Gehad. Mm. Cool, ja. Oh, ik heb je gepopt. Sorry. Ik heb je gepopt. Je lengte is gewoon goed en zo, maar je bent niet breed genoeg voor mij. En je lip is terug. That's it. Oké. Okay. Wat? Wat heb je er met lippen in deze man? Fuck hem. Gewoon dat. Ik snap er helemaal niks van. Wat is eigenlijk mis met zijn lip? Het is een beetje krokant. Krokant? Maar dat kan toch anytime? Ja. Met vaseline. Ja, je hebt gelijk, je hebt gelijk, je hebt gelijk. Ik had uur geleden ook gemaakt, dus weer droog. Oké, dan houden we het op die breedte, ja. Ja? Je bent niet breed genoeg van me. Je bent wel echt goed, je lengte is echt goed, maar je hebt hij heeft ook mooie krullen, dus ja. Dank je. Wat schatten. Ja, toch. Kom maar, dan hebben we nu nog één dame over. Dan gaan we haar nu vragen, waarom heb je niet gepopt? Nou, hij bleef lachen. Mm-hmm. Ook al had hij een ongeluk gemaakt, en dat is echt dapper. Ja, toch? Ja, die toch? Vijf, en ja, hij houdt zich gewoon sterk. En hij is niet beledigd als iemand wat zegt erover. Mm-hmm. Dus een innerlijk spreekt mij in ieder geval wel aan als man zijnde. Dat moet je ook gewoon complimenteren, vind ik. Mm-hmm. Hoe oud was je ook alweer? 25. 25. En jij? Ik ben 34, by the way. Maar ja. Wat zei je? Zeg je durft. Hoezo? Meestal ga je er terug de tijd in, toch? Met iemand van 25. Maar dat is toch... Oh nee, ik geef gewoon aan waarom ik nog niet heb gepopt, snap je? Natuurlijk, leeftijdsverschil is heel groot. Alleen, ik ben nieuwsgierig, daarom ben ik hier. Ik hou van dingen vragen, weet hoe je zit in het leven. Straks staat een miljonair voor je, dat weet je niet. Snap je, hoor. Dat beweer ik sommige dames. Ik herken ze meteen. Ik herken ze meteen. Oké, okay, dankjewel, Shardy. Nee, is dit wel je type? Ja, ze is wel mijn type. Maar hou je van oudere dames? Ja. Mooi, oké, okay, er is kans hier. Nou, vertel, als jij vragen voor haar hebt, mag je ze stellen en ook omgekeerd. Ja. Van waar kom je? Ik kom uit Den Haag. En jij? Friesland. Oh, dat is veel te ver. Ja. Ik moet poppen, sorry. Heel ver. Je pop om de locatie. Ja, weet je wat het is? Friesland is echt helemaal daarboven. Het is maar een uur of 30 minuten rijden. Ja. Een uur 30 minuten rijden, maar dat op lange termijn word je moe. Je rijdt heel veel op en neer en dat soort dingen. True. En je maar gaat denk ik ook naar school. En je werkt denk ik ook. Ja. En ik ben heel druk. Dus dat is echt qua maar tijd. Maar kun je het echt compenseren dus? Nee. Compenseren? Ja, dat hangt er echt van af. Mm-hmm. Ja, dat kan. Dat kan inderdaad. Maar als de liefde er is, kan het toch wel gewoon... Je moet eerst elkaar leren kennen. Hè? Je kan nu niet alvast liefde hebben op de eerste. Nee, sowieso niet. Maar ga ervan uit, eerste date, tweede date, derde date, et cetera, et cetera. Ga je about 90. Ja. About 90 dates. Weet je, dat bedoel ik. Maar ja, ik heb ook kinderen. Dus hoeveel heb je? Drie. Dus okay, dat is ook een dingetje.
Heb je moeite daarmee? Nee, geen moeite mee, maar 3 is wel... pittig. Ja. En je hebt nog geen kinderen. Daarom. Dat weet ik. En je bent net in de ontwikkeling, dus ik denk daar ook aan. Weet je, je denkt... Wat zijn je kinderen dan? Ik heb een van 12. Oh, dat is En ja, eentje van 9 en eentje van 7. Het zijn best wel intelligente kinderen, hoor. Ik ben trots op ze daar. Oh, schattig. Blessing. Maar ja, ja, ik ben niet op mijn cougar dingen. Ik zie gewoon een goede man voor me staan. En daarom heb ik niet meteen gepopt. Duidelijk. Ja. Ik hoef niks meer te vragen. Dat is duidelijk. Dankjewel. Loop even mee. Ik vind het jammer. Dat vind ik ook. Oh. Ja. Wat ga jij doen? Wat doen? Niet daar dat je geen match hebt, maar ik wilde echt proberen voor je. Maar ja, ik heb geen match voor je gevonden, man. Ik vind het wel jammer. Er staat wel 2 tussen je. Dus, Maar zijn nogmaals een van deze dames wel eigenlijk je type? Ja, zij en zij. Wat is zij, zei je? Met die krullen daar. Oh, je had van krullenbollen, zeg maar. Ja. Ja. Mm-hmm. Oké. Nee, is goed. Nee, maar ik heb geen match voor je, dus volgende persoon mag komen. Oké, nou, geen probleem, dames. Stop, we gaan naar de volgende persoon. Dus de volgende guy mag komen. Dames, hou het even aan. Hou je ballon terug. Pak je ballon terug. Oké, okay, I love the confidence. Mooi. Vertel, wat is je naam? Wat doe je in het dagelijks leven? Wat zoek je in een vrouw? Wat verwacht je van een vrouw? Nou, mijn naam is Joshua. Ik studeer rechten. Ik wil advocaat worden. Ik werk gewoon in Zaventem. Zaventem? Ja, Zaventem. Oké. Okay. In Brussel. Ja. En ja, maar zoek ik een vrouw? Ja, wat verwacht je van een vrouw? Sowieso, eerste, belangrijkste, koken. Waarom kijk je zo raar? Ik ben gewoon aan het luisteren, aandachtig aan het luisteren. Kom maar door. Koken, communicatie en luisteren inderdaad, zoals je zei. Oké, een vrouw die je hoort. Inderdaad. Nee, ik heb slecht nieuws en goed nieuws. Welke wil je eerst horen? Geef mij de goede nieuws, man. Het goed nieuws is, je hebt 2 ballonnen over. En wat is er slecht nieuws? Wat denk je zelf? 3 hebben gepopt. Snap je? Nee, dus dan gaan we nu... Jullie mogen even aanhouden. We gaan één voor één vragen waarom ze hebben gepopt. Loop even mee. Wat is je naam en waarom heb je voor deze... Laten we hier beginnen. Ja. Oké. Okay. Ik sta maar zo. Zo, ik draai open. De camera is daar. Waarom heb je gepopt? Sorry, maar je hoofd beviel me niet. Wat? Je hoofd beviel me niet. Zou je meer daarover kunnen uitleggen? Wat bedoel je met zijn hoofd beviel je niet? Je ogen. Ik hou van lichtere ogen sowieso. Ik zie bijna geen wimpers. Je lip is droog, maar dat mocht ik net ook niet zeggen. Maar nog steeds, ik zeg het nog een keer. Je lip is droog. Dat was het. En je lengte. Dat is gewoon lachwekkend, hè? Dat was met mijn lengte. Je moet bent ook klein. Ja, maar... Het is gewoon je Balenciaga die je lang maakt. Maar moet ik lang voor jou zijn dan? Ja, maar ja, je hebt punt. Ja, je bent geen 1,85. Tuurlijk wel. Ben je 1,85? Ja? Ja. Wil je bewijs? Wil je bewijs? Doen we daarna wel. Okay. Zou je het nu kunnen trekken? Hmm? Nee, dat hoeft niet. Kom. Sta maar goed in de camera toe. Vertel, waarom heb je gepopt? Ik val best op donkere mannen, maar jij bent iets te donker. Wat? Oké. Wacht. Oké. Wacht. Waarom? Ik wil wel echt een goede redenering van je. Uitleg. Mag ik even stilzen? Dat is echt een belediging, hè? Het is niet zo bedoeld. Zou je het beter kunnen verwoorden? Ik heb er echt moeite mee. Ik krijg kriebels. Lijfskin. Dat is mijn... Lijfskin? Ja. Lijfskin. Dus zijn... Maar je zei je valt op donkere mannen. Ja, maar dan dit. Niet verder dan dat. Maar dit is geen donker. Dit is licht. Ja, precies. Daar houdt het ook bij. Nou, voor de wereld ben ik getint. Ik ben een donkere man. Dus daar houdt het bij. Maar ik zeg je eerlijk. Ik vind gewoon dat je niet mag poppen, man. Zeg je eerlijk. Want? Kijk, ik heb mijn moeite gedaan. Ik kom net van Junta, snap je? Ja. Maar je hebt tijd gehad om je nagels te doen, om goede patas aan te doen, snap je? Goede jurk. Maar goede jurk, hoezo? Wat is er mis met mijn jurk? Alles is mis mee. Vertel. Roze, wit, blauw. Nagellakken zit daar een beetje blauw op. Jij weet dat van mijn jurk, toch? Nee, man, bom dat. Ben je zwanger trouwens? Ja, zie je het?
Oké. Oké. Loop mee. Oké. Loop mee. Sta maar hier. Oké. Okay. Ik mag wel zeggen, ik vind dit niet leuk. Nee, ik support dit niet. Volgende keer kijk als je me beter voor. Dat heeft me echt een beetje gekriebeld. Maar ze was ook een beetje gemeen, toch? Ik begrijp je punt, maar okay. We houden het respectvol. Okay. We gaan ik nu hier... Ik bedoelde ook niet zo slecht. Juist. Okay. Ik hoor dat je voor ons schoot... Ik hoor dat je sorry zeg maar. Het spijt me. Ja, mensen. Dankjewel. Okay. Nee, het is... Nee. Het is hoe ze het heeft gezegd. Anyway. Waarom heb jij niet gepopt? Omdat ik eigenlijk nog een vraag had sowieso. Ga maar. Zeg, je studeerde rechten. Ja. Wat studeer je in de rechten? Wat ga je worden? Rechter, advocaat? Gewoon advocaat wordt man. Gewoon advocaat. In welk jaar zit je? Ik zit nu in de hogeschool. Hogeschool? Ja man. Hoe lang al? Hoe lang al? Al 3 jaar. Al 3 jaar en hoe lang moet je? Ik moet nog normaal nog 6 jaar. En dat doe je in België? Ja. Toen je binnenkwam dacht ik, dit is een scammer. Oh, ik ga niet voor je liegen. Ik dacht, jij bent een scammer. Nee bro, ik ben gewoon een goede jongen. Okay. Ik ben een goede jongen. Okay. Ga naar kerk en zo. Ben je trouwens christelijk? Ja, hoezo? Ja? Ja. Heb je van Bijbel lezen en zo? Oh. Ik las de Bijbel een paar maanden en zo, ja. Okay. Niet liggen. Nee, ik zweer. Ja? Ik zweer 2 maanden zo ongeveer. Ja, af en toe. Oké. Okay. Maar laat je dit expres zitten of? Wat die kleine streepje. Deze? Ja, laat je dat expres zitten? Nee, ik wil gewoon niet naar kapper gaan. Oké. Okay. Okay. Ik heb geen tijd om elke week naar kapper te gaan. Oké. Okay. Oh. Waarom pop je? Omdat ik geen tijd heb. Nee, niet daarom. Okay, we houden hem even aan. Heb je nog meer vragen? Wacht, nee, hou het even aan. Waarom? Ja, net je ballon. Het doet me echt pijn dat je hem gepopt. Dus waarom heb je gepopt? Omdat ik chemistry zie en dat vind ik mooi om te zien. Dus girl support. Ja, ik zie toch gesprekken. Maar dat heeft toch niks met jou te maken? Nee, sowieso niet. Maar ik dacht echt van, ze hebben een goed gesprek. Chemistry, ik dacht gewoon dat hij aan het cappen was, eerlijk gezegd. Ik dacht dat hij heel wat anders deed dan rechten. Daarom ik even doorvragen om te kijken. Ik ga zo zo naar kijken. Want eentje kwam ook netjes in pakken. Helemaal doen alsof hij net een man is. En daarna zag ik hem met andere kleding. Hey, you a snitch. Dus je, maar is dat... Dat is toch wat je doet. Ik bedoel, je bent alleen aan het praten. Dat snap ik wel. Maar het zou gewoon wel een date kunnen worden, denk ik, met de vragen die je stelt. Dus er is interesse, dat zag ik. Ja, en als ik zie dat een vrouw meer interesse heeft dan ik heb, dan vind ik het niet erg om, zeg maar, te poppen. Oh, dat klinkt heel bekend in de oren. Ja, maar dat deed je ook net, hè? Ja, daarom zeg ik, het klinkt bekend in de oren. Oké. Wat vind je hiervan, dat ze heeft gepopt? Ja. Ze heeft een punt. Ja, toch? Oh, dus je voelt meer chemistry daar? Ja, wel. Ja. Oké, dan moet je dat zeggen, toch? Mooi, kom, schrijf een beetje naar achter. Loop een beetje naar achter. Kom. Neem een paar stappen naar voren. Ik was social en zo, maar ik voel geen chemistry of zo. Mag ik je zonder pet zien ook? Nee, hoeft niet. Oh ja, want je kon niet naar de kapper gaan. Nee, hoeft niet. Je hoeft niet te zien. Hoeft niet. Dus je schaamt je voor jou? Hè? Schaam je voor jou? Ik schaam me niet voor mezelf. Dan maar waarom zou ik die pet moeten afdoen dan? Omdat ik je wil zien zonder pet, maar dat kan dus niet. Maar wat maakt het dat verschil? Dat kan niet. Maar wat maakt dat het kan verschil? Niet. Wat maakt het verschil? Ja, nee. Al je ballon, ballon. Kan niet. Ik geef je toch een klein beetje gelijk. De persoon moet toch je haar kunnen zien om te weten met wie ze te doen heeft. Nee, ja, hoofdvorm en zo toch. Hoofdvorm en zo. Dadelijk, die bovenkant gaat tjoep. Net zoals die andere toen in die vorige. Nee, sorry. Okay. Ik ga jou wegsturen. Oké. Nee, ik vind het jammer. Ik heb echt mijn best gedaan. Wat vind je hiervan? Van deze nou, kijk, weet je wat het is? Paar hebben gewoon een punt. Maar sommigen begrijpen het gewoon niet, maar... Dat is niet erg. Oké, maar zijn een van deze dames eigenlijk wel je type? Eerlijk gezegd, normaal ben ik gewoon die van de kaas, toch? Ja? Ja, man. Oké, dus je valt niet, je valt nee, alleen niet op kaas? Echt, man, niet echt op... geen chocola? Geen chocola. Man. Geen melkchocolade? Geen karamel, geen whatever. Kaas? Gewoon kaas. Dat klinkt net zo racistisch, hoor. Zo? Ja, inderdaad, zie je? Dat klinkt net als haar. Kom op, hij houdt niet van kaas. Ja, dan kan je niet elkaar gaan... Ik heb ook alleen maar met inderdaad. Maar dat is gewoon de respect. Ik zeg, ik hoor hem. Ik heb ook alleen maar met inderdaad. Al mijn exen waren kaas. Dus in die zin heb ik die switch gemaakt. Voor de mensen die niet weten wat kaas is, bedoel ik witte personen. Oké. Nee, ik heb niemand hier die blond is of wat of hoe jij het noemt, kaas. Alle kaas opgegeten.
Jammer, man. Grapje, grapje. Jammer. Nee, maar ik heb geen match voor je, man. Dus geen probleem. Ja, neem time toch. Neem time. Ja, toch. Oké, volgende persoon. En volgende keer zeg gewoon liever, ik hou niet van witte personen. Casus, kom op. Kom op. Mensen, jullie kunnen goed praten. Casus, casus. Je bent geen rat. Oké. Dat was dat. Dat was heel apart, mensen. We gaan ze één voor één vragen wat hun naam is. Om mooi af te sluiten. Vertel, wat is je naam? Wat doe je? Vertel die mensen snel over jezelf. Promoot jezelf. Shorty, Laloka, ik maak muziek, doe schoonheidsverzorging. En ja, wenkies, haren, alles. Everything. Get your money. Vertel. Hi, ik ben Sherry. Ik ben allround styliste. En ja, ik was nieuwsgierig en ik vond het een hartstikke leuke ervaring. Leuke ervaring. Leuke ervaring. Vertel. Ik ben Camilla, doe maatschappelijke zorg en ik vond het ook leuk om te doen. Vertel. Ik ben Delicia, ik vond het leuk om te doen. Ja? Wil je meer weten? Nee, dus hello. Ja, oké. Okay. Vertel, Mrs. Shanti, fulltime moeder en ik vond het gewoon leuk om te doen. Wauw, daar word je lekker blij van, joh. Ja, hartstikke joh. Oké, okay, mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, like die video. Deze dames en socials is beneden voor al die jonge gasten en jonge mannen en mannen die die dames willen versieren. Ga maar lekker, kom maar niet DM'en. Nee, echt, is echt storend. Als jij wil meedoen met de volgende editie van een Pop de Balloon, dat soort gelijke video's, stuur me een DM, stuur me via Insta, TikTok, mail, noem maar op. Hey dames, let's go man, let's go!